Welkom bij 26 minuten en 34 seconden, de podcast van het PBL. Het is januari 2023. Mijn naam is Laura Westendorp en naast mij zit... Mark Hanau. Dit is onze zesde podcast. Vandaag praten we over vervoer en ongelijkheid met Jeroen Bastiaanse, onderzoeker van het PBL, die een rapport publiceerde onder de titel Toegang voor iedereen. Want hoewel Nederland heel veel infrastructuur heeft, veel asfalt heeft en goed openbaar vervoer, zijn voorzieningen zoals scholen, werk en zorginstellingen niet voor iedereen even makkelijk toegankelijk. Hoe zit het onderzoek in elkaar en wat heb je eraan om dat te weten? Daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom Jeroen. Ik ben onderzoeker bij het cluster mobiliteit van het PBL. Ik hou me met name bezig met onderzoek rondom bereikbaarheid, verdelingseffecten. Ja, wie kan waar goed komen? Ja, en daar ben je al een tijd mee bezig, toch? Daar hou ik me al geruime tijd mee bezig. Mijn masterthesis ging daar nog over een jaar of 10 geleden. De vraag of mensen die afhankelijk zijn van openbaar vervoer ook goed bij passende werkgelegenheid kunnen komen. Dat liet juist zien dat laaggeschoolde werkzoekenden in Rotterdam-Zuid vaak moeilijk bij werkgelegenheid op bedrijventerreinen en in de havens bijvoorbeeld kunnen komen. En dat ook hun arbeidsmarktparticipatie beperkte en het behoud van werk daarvan. Ik ben daarna verder gegaan op dat onderzoek. Ik heb daar promotieonderzoek naar gedaan waarbij we eigenlijk dezelfde vraag meer kwantitatief aanvlogen. Of een betere bereikbaarheid van banen. Dus als je meer banen vanuit jouw buurt met openbaar vervoer, fiets of auto kunt bereiken. Of dat ook een effect heeft op je arbeidsmarktpositie. Daar vonden we ook een significant positief effect. Maar vooral voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dus lage inkomens, lage geschoolde jongeren en mensen zonder auto. En vaak groepen die minder vaak werk hebben. Dus ook gevoelig zijn voor een goede bereikbaarheid. En ook minder vaak eigen vervoer hebben. Dus vaak afhankelijk zijn van openbaar vervoer, fiets. En daar doet het er dus ook echt toe. Dit is allemaal meteen eigenlijk inhoud hè, van jouw onderzoek. Hoe is jouw eigen vervoer van en naar het werk? Ik gebruik de fiets en het openbaar vervoer, de trein. Dat is specifiek vanaf Den Haag-Ippenburg, de wijk waar we wonen. Dan ben ik in 9 minuten met de trein op Den Haag Centraal. Dat is nog een paar minuten lopen naar kantoor. We gaan je even wat dilemma's voorleggen om je wat beter te leren kennen. We beginnen met de eerste. Openbaar vervoer of auto? Motor. Fiets of lopen? Fiets. Rekening rijden of gratis openbaar vervoer? Rekening rijden. Beleid of onderzoek? Onderzoek. Je gaat elke dag met het openbaar vervoer, maar als je moet kiezen, dan is de motor jouw favoriete vervoermiddel. Toen ik 18 werd, heb ik mijn motorexamen gedaan en een motor gekocht. Een Ducati Monster was dat. En ik heb altijd met heel veel plezier motor gereden. Op het moment heb ik een Harley, dus ik rijd wat rustiger aan, maar ik vind het heerlijk om te toeren, zo af en toe. En waarom de motor boven de auto? Heel ander gevoel. De wind, het buitengevoel. In de auto zit je toch maar in een gesloten kooiconstructie. Wat mij betreft anders. Ja, ja en als het dan langzamer moet, dan eerder op de fiets? Dan eerder op de fiets, ja. Ja. Want lopen is te langzaam voor je? Lopen is te langzaam voor me. En ik vind, ja, de fiets gaat wat sneller. Je hebt die wind in je haren. Heerlijk. Ja, en dan rekening rijden? Rekening rijden, ja. Ik vind gratis OV geen verstandig idee. Onderzoek laat ook vooral zien dat doorgaans geen nieuwe reizigers trekt of mensen niet per se uit de auto trekt. Maar dat het er vooral toe leidt dat mensen meer gebruik gaan maken, de huidige gebruikers van OV, meer gebruik gaan maken van het OV. Dat komt niet per se de duurzaamheidsdoelen ten goede. Rekening rijden daarentegen verplaatst eigenlijk de kosten voor het bezit van je voertuig, van je auto bijvoorbeeld, naar het gebruik daarvan. Dat is heel redelijk, denk ik. Dus als je meer verplaatst, dan betaal je er ook meer voor. In plaats van dat een omaatje dat nu 1 keer in de maand de auto gebruikt, evenveel betaalt als iemand die dagelijks gebruik maakt van de weg. Je koos voor onderzoek. Waarom liever onderzoek dan beleid? Oh, onderzoek is wel echt een passie. Ik vind het heerlijk om te grasduinen in data, om daar patronen in te ontdekken. En bijvoorbeeld ook empirisch te toetsen of hetgene wat we denken in beleid, beogen te bereiken met beleid, of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Een voorbeeld daarvan is dat we kijken naar de opening van station Dronten op de arbeidsmarktpositie van mensen. De veronderstelling is dat leidt tot betere verplaatsingsmogelijkheden voor mensen. Dat zou dan ook een economisch effect moeten sorteren. Dus bijvoorbeeld de arbeidsmarktpositie verbeteren voor mensen. Zien we dan ook dat die kans, bijvoorbeeld die baankansen van mensen toenemen, of dat mensen een betere baan vinden. Dat zou je terug moeten zien in een hoger uurloon, in meer gewerkte uren. Mensen zouden dan eigenlijk ook verder weg moeten gaan werken. Je zou verwachten dat ze van baan veranderen, omdat ze wellicht een betere baan vinden. Dat kun je toetsen, dat kun je achterhalen in die analyses. En dat is een van de onderzoeken waar we mee bezig zijn. Dus doet dat ook, die nieuwe infrastructuur wat we beogen. Je onderzoek heet Toegang voor iedereen. En wat heb je precies onderzocht en wat heb je daarin ontdekt? Eigenlijk bouwt dit voort op een eerder rapport van de RLI over toegang tot de stad. Die constateerde dat er grote verschillen zijn in toegang die mensen hebben tot allerhande voorzieningen. Maar daar is nooit systematisch onderzoek naar gedaan.
De rol van mobiliteit en ook van je vervoersbeleid is eigenlijk om die toegang van mensen te faciliteren tot banen, tot verschillende type voorzieningen. En dat is wat we in deze studie hebben gedaan. Dus we hebben op buurtniveau in beeld gebracht in hoeverre mensen ook banen, voorzieningen zoals onderwijs, scholen moet ik zeggen, ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, supermarkten, groengebieden, of ze die kunnen bereiken. Hoe die verschillen eruit zien met verschillende modaliteiten. Dus kun je daar komen met de auto, met openbaar vervoer, fiets of lopen of combinaties daarvan. Ja, want jij ontdekte dat je bijvoorbeeld oudere mensen die niet meer zelf over een auto beschikken, dat die heel lang onderweg zijn als ze het medisch nodig hebben. Ja, dus een van de belangrijkste bevindingen is eigenlijk dat er hele grote verschillen zijn in bereikbaarheid. En bijvoorbeeld dat zo'n 30% van de ouderen niet binnen 30 minuten met het openbaar vervoer bij een ziekenhuis kan komen. 12% ook niet binnen 45 minuten. En dat raakt natuurlijk aan de belang dat we hechten aan die toegang van zorg voor een groeiende groep ouderen. En daarmee hangt ook de specifieke zorgbehoefte van ouderen heel sterk samen met of die bereikbaarheid volstaat voor hen. Dat is natuurlijk niet heel verrassend. We weten allemaal dat het openbaar vervoer op het platteland minder goed is dan in de Randstad. Ja, het is eigenlijk een open deur, dit onderzoek. Wat wij in het onderzoek hebben gedaan, is voor het eerst systematisch in beeld gebracht hoe die bereikbaarheid eruit ziet voor verschillende groepen mensen met verschillende vervoerswijzen. We laten eigenlijk zien dat dat niet, die grote verschillen in bereikbaarheid zich niet alleen voordoen op het platteland, maar ook in de stadsranden en bijvoorbeeld in suburbanenkernen. Dus denk aan de Vinex-wijken, aan dorpen en dergelijke. Dus het is niet zomaar alleen een stad-land, stad versus platteland discussie. Maar ook in de stadsranden waar grote groepen, vaak laaggeschoolde of lagere inkomensgroepen wonen, sociale huisvesting, daar zien we ook die grote verschillen in bereikbaarheid. Ja, want wat ik een opvallende uitkomst vond van je onderzoek was dat de auto eigenlijk altijd wint ten opzichte van alle vervoersmodaliteiten als het gaat over de bereikbaarheid van voorzieningen en werk. Dat klopt, ja. Zelfs in de spits, zelfs in de Randstad, zelfs als je in de file staat. Ja, en dat roept natuurlijk de vraag op, is congestie in de Randstad en op de snelwegen, de files, zijn die dan het grootste probleem? Nou, vanuit bereikbaarheidsoogpunt niet. Dus balen dat je in de file staat, eigenlijk moet je niet zeuren als je een auto onder je kont hebt. Nou, wat we eigenlijk laten zien is dat ondanks die files, je bereikbaarheid altijd nog vele malen hoger is dan als je van openbaar vervoer, fiets of lopen afhankelijk bent. Omdat je gewoon eigenlijk met die auto veel meer banen en voorzieningen kunt bereiken. Precies. Dat is eigenlijk de hoofdmoot van je conclusie. Het viel me op dat een van je hoofdconclusies was dat het vervoersbeleid in Nederland gericht is op het vervoerssysteem en niet zozeer op bereikbaarheid. Wat bedoel je daar precies mee met die conclusie? In vervoersbeleid baseren we vaak op analyses van het functioneren van het vervoerssysteem. Dus het faciliteren van de verkeersdoorstroming en of er ergens files staan. Dat is letterlijk wat we meten. Voertuigverliesuren, of reistijdwinst in positieve zin. Maar we meten niet of het vervoerssysteem mensen ook in staat stelt om bij die belangrijke bestemmingen en activiteiten te komen. Dus of je ook werk, of je ook voorzieningen kunt bereiken, of je sociale contacten. Ja, maar heel veel mensen kiezen er natuurlijk voor om op bepaalde plekken te gaan wonen. Daar hoort dan denk ik ook bij dat niet iedereen die bushalte voor de deur heeft. Nee. Ja, in hoeverre is dit eigen keus? Je kan niet het platteland helemaal vol gaan bouwen met treinrails. Nee, en dat hoeft ook voor grote groepen helemaal geen probleem te zijn. Er zijn vooral lage inkomensgroepen, laaggeschoolde jongeren die vaak beperkte toegang hebben tot eigen vervoer, vaak geen eigen auto hebben. Er zijn overigens hele grote verschillen. Als je een voertuigbezit afzet tegen het huishoudinkomen, dan zie je in de laagste 20% huishoudinkomens, laagste inkomensquintiel, heeft zo'n 65-70% geen eigen auto. Ook als je naar de studenten uithaalt en de mensen die in verzorgingstehuizen zitten. Met andere woorden, die zijn veel vaker afhankelijk van openbaar vervoer, fiets, lopen. En daarbij is de woonlocatie niet altijd een keuze voor die groepen. Als jij van sociale huisvesting afhankelijk bent, dan ben je afhankelijk van de plek waar het wordt aangeboden. En je kan niet zomaar eventjes verhuizen naar een andere locatie als je toevallig een kortdurend baantje ergens hebt gevonden. Dat had je eerder ontdekt, dat bijvoorbeeld industrieterreinen waar veel praktisch opgeleiden een baan kunnen vinden, dat die ontzettend slecht bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Ja, dat zijn bij uitstek locaties die met de auto eigenlijk autoafhankelijk zijn. Heel veel van dat soort werklocaties hebben zich de afgelopen jaren of de afgelopen decennia in de stadsranden, bedrijfterreinen in de stadsranden en langs snelwegen ontwikkeld. Dus dat zijn bij uitstek autolocaties waar je vaak moeilijk kunt komen met openbaar vervoer of fiets. En anders ben je heel lang onderweg. Dat je constateert is dat mensen die een laag inkomen hebben ook moeilijk hun banen kunnen bereiken of weinig keuze hebben in die banen. Is dat ook het probleem dan in Nederland? Dat is wat we in eerdere studies inderdaad hebben laten zien. Dus veel van die laaggeschoolde werkgelegenheid is gedeeltelijk in ieder geval naar bedrijventerreinen verschoven. En die zijn juist moeilijk bereikbaar als je geen eigen auto hebt.
Jens, is Nederland hier nou uniek in? Is dit in andere landen hetzelfde of anders? Nee, al sinds de jaren 60 met de opkomst eigenlijk van de auto wordt hier al onderzoek naar gedaan. Dat startte eigenlijk in de Verenigde Staten. Daar zie je natuurlijk een hele sterke autoafhankelijkheid in veel steden. En daar laten al die studies eigenlijk heel duidelijk zien dat mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, laaggeschoolde, lage inkomens, jongeren, vaak moeilijk bij banen kunnen komen en daardoor werkloos blijven. Omdat ze geen eigen auto hebben en afhankelijk zijn van openbaar vervoer, fiets en dergelijke. Sinds de jaren 90 zijn die onderzoeken ook uitgevoerd in verschillende Europese steden. Met name in Engeland, later ook in Frankrijk, Vlaanderen. En die laten eigenlijk eenzelfde patroon zien. Je ziet een toenemende autoafhankelijkheid. En overigens zie je ook het autobezit en gebruik nog steeds toenemen overal. Ook in Nederland zien we nog steeds autobezit toenemen. Werk en voorzieningen zich in toenemende mate concentreren op locaties buiten de steden. Vaak ver van de OV-locaties vandaan. Ja, dus dat klopt eigenlijk precies met je onderzoek. Ja, dat ligt daarmee. Hè? En kan dat anders? Dat kan zeker anders. Een voorbeeld is door in Engeland hebben ze een overheidsprogramma gehad, voor overheidsbeleid eigenlijk. Dat heette Accessibility Planning. Is van 2006 tot 2011 gevoerd door destijds de Labour-regering van Tony Blair. Waarbij eigenlijk alle nieuwe ontwikkelingen of verschuivingen van voorzieningen bijvoorbeeld, nieuwbouwontwikkelingen van woningen of van bedrijven, doorgerekend werden op bereikbaarheid. Dus op de effecten voor de bereikbaarheid voor mensen die van OV en fiets bijvoorbeeld afhankelijk zijn. Ik weet vanuit onderzoek wat ik eerder heb gelezen, heette dat origin and destination, je bestemming en de plek van waar je vertrekt. Zou je dat soort ingrepen dan willen doen aan de voorzieningenkant, je bestemmingenkant, dat die goed OV ontsloten is? Of moet je ook iets doen aan de plekken waar mensen wonen? Zou je bijvoorbeeld sociale woningbouw veel meer moeten plannen in de buurt van goede OV-locaties dan bijvoorbeeld? Ja, ik denk beide. Eigenlijk een drietal knoppen waar je sowieso aan kunt draaien natuurlijk. Enerzijds is de locaties van je bestemmingen en activiteiten. Dus waar plan je werkvoorzieningen? In de nabijheid van woningen of op kortere afstand maakt het al beter bereikbaar. De woningbouwlocaties, zeker de nieuwe woningbouwlocaties. Het is goed om daar ook goed te kijken naar de effecten op bereikbaarheid. Zijn dat locaties waar al een OV-netwerk beschikbaar is of in de nabijheid daarvan? Kun je die locaties ook met de fiets bijvoorbeeld goed bereiken? En je kunt bij investeringen in je infrastructuur en in je vervoerssysteem kun je ook nadenken over wat dat voor effecten sorteert op verschillende groepen mensen. Investeren in snelwegen om files tegen te gaan helpt één groep, namelijk de mensen met een auto die van die snelwegen gebruik maken. Dat zijn niet per se de lagere inkomensgroepen. Dus alleen al het bewustzijn dat je met bepaald beleid en bepaalde investeringen bepaalde groepen helpt en anderen dus niet, is denk ik heel relevant om die bereikbaarheid op orde te brengen. Ja, want je hebt het woord nog niet genoemd, maar ik heb ook wel eens gelezen over vervoersarmoede. Is dit wat er bedoeld wordt met vervoersarmoede? Ja, dus in feite gaat vervoersarmoede over een situatie waar gebrek aan of ontoereikend vervoer de toegang tot en deelname aan activiteiten beperkt. Dus dat linkt direct aan bereikbaarheid. Ja. Waar bereikbaarheid dus onvoldoende is en het ertoe leidt dat mensen een baan moeten afwijzen of zorgafspraken missen of een bepaalde opleiding niet kunnen volgen. Dat is de situatie waarin je spreekt van vervoersarmoede. Hey, en waar ik nog benieuwd naar ben, want je bent dus al een tijd bezig met dit soort publicaties. Hoe resoneert dat aan de andere kant bij ministeries, bij beleidsmakers die hiermee aan de slag zouden kunnen? Nou, de studie die wij afgelopen jaren hebben uitgebracht, Toegang voor Iedereen, heeft verrassend veel aandacht gekregen. Niet alleen in de media, maar zeker ook in de beleidswereld. En nou ja, goed, daar proberen we ook mee te denken met hoe je beleid zo kunt vormgeven dat je rekening houdt met bereikbaarheid en de verdelingseffecten voor verschillende groepen. En dat zit hem dus ook in de modellen bijvoorbeeld die je gebruikt, de verkeersmodellen. Dus kun je daarmee bereikbaarheid doorrekenen en ook die effecten voor verschillende groepen in beeld brengen. Geef je dan ook advies aan beleid? Want bijvoorbeeld Hugo de Jonge, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, wil de komende 8 jaar 900.000 woningen bouwen. Als we daarvan uitgaan dat een groot deel daarvan sociale woningbouw is, dan zou je dus eigenlijk voor die 350 tot 400.000 sociale woningbouwwoningen, zou je eigenlijk andere bereikbaarheidseisen moeten neerleggen. Nou, überhaupt om te kijken wat die woningbouwlocaties of veronderstelde woningbouwlocaties doen op de bereikbaarheid per auto, OV en fiets, zou een hele goede zijn. Zou je dan ook rekening mee moeten houden waar dan werk zich nu al bevindt of waar toekomstig werk misschien komt? Ik denk dat het heel goed is om daar rekening mee te houden. Het zou eeuwig zonde zijn als we aan de ene kant van Amsterdam bijvoorbeeld alle sociale woningbouw programmeren. En aan de andere kant alle passende bedrijvigheid, passende werkgelegenheid. En zie je daar al een verschil in optreden door thuiswerken, wat nu iets meer gebeurt?
Ja, dat maakt bereikbaarheid iets minder relevant. Althans voor de groepen die ook kunnen thuiswerken. Ja, want niet iedereen kan dat. Nee, we hebben in een eerdere studie laten zien dat ongeveer de helft van de bevolking kan thuiswerken. Dat zijn met name hoger opgeleide, hogere inkomens. Mensen die op kantoor werken. Mensen zoals jij en ik eigenlijk, die op hun laptopje thuis kunnen werken. Maar dat betekent dus ook dat ruim de helft van de bevolking niet thuis kan werken. En dat gaat dus om mensen die niet geheel, maar ook niet gedeeltelijk thuiswerken. Helemaal nooit thuiswerken. Als je dat op de piek van de corona, toen we dat bestudeerd hebben, al niet kon, dan mag je ervan uitgaan dat ze dat sowieso niet kunnen. Ook niet buiten corona om. Dus ja, voor die groepen is bereikbaarheid dus wel degelijk relevant. En moeten we dan meer kijken naar werk? Of waar we mee begonnen, hè, die scholieren en ouderen die het ziekenhuis niet kunnen bereiken. Hoe weeg je die twee af, werk versus voorzieningen? Ik weet niet of het een afweging is. Ik denk dat beide zijn relevant. Je hebt toegang tot werkgelegenheid nodig, maar net zo goed tot voorzieningen. En we zien dat met name voor bovenlokale voorzieningen. Denk aan ziekenhuizen, denk aan voortgezet en beroepsonderwijs. Dat die zich op bepaalde plekken concentreren, waardoor ze in sommige gevallen moeilijk bereikbaar zijn. Met name dus voor groepen die zich in de stadsranden, op suburbane kernen, dorpen en in landelijk gebied bevinden. Heb je daar ook onderzoek naar gedaan, naar zeg maar eerdere beleidsconcepten en hoe die zijn uitgepakt? Zoals bijvoorbeeld het ABC-locatiebeleid, waarbij nadrukkelijk gestuurd werd op de bereikbaarheid van voorzieningen. Of bijvoorbeeld de Finex-locaties, waar nadrukkelijk woningbouw is aangelegd in relatie en in combinatie met openbaar vervoer. Heb je daar ook al wel eens naar gekeken hoe succesvol dat soort beleidsconcepten zijn geweest? Daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Maar in algemene zin kun je stellen dat verdichting, stedelijke verdichting, het meest bijdraagt aan een verbetering van de bereikbaarheid. Juist ook met openbaar vervoer en fiets. Omdat je dan makkelijker bij die locaties kunt komen. Maar vaak ook voor de auto. Omdat het daarmee ook rustiger wordt op de weg. Waar ben je op dit moment mee bezig? Wat we nu doen is eigenlijk een vervolg op de studie die we vorig jaar hebben uitgebracht. Waarbij we de bereikbaarheid ook willen monitoren. Dat we over de tijd kunnen kijken wat er gebeurt in termen van bereikbaarheid. Neemt die toe of af? In welke gebieden en voor welke groepen? En waar ligt dat dan precies aan? Ligt dat door bijvoorbeeld een afschaling van het OV waar sprake van is? Of komt dat omdat voorzieningen verschuiven of verdwijnen in bepaalde locaties? En daarnaast willen we ook graag de effecten daarvan in beeld brengen. Dus eigenlijk de veronderstelling van die bereikbaarheid is dat het ertoe doet. Een hogere bereikbaarheid zou je kans op werk moeten vergroten of je mogelijkheid om een opleiding te volgen. Dan kun je ook toetsen. En dat is een van de dingen waar we dit jaar mee onderzoek naar doen. En ga je dan kijken of mensen op een plek met een hogere bereikbaarheid minder werkloos zijn? Ja, ja. Het zijn dat type onderzoeken. Dus je kan bestuderen of een hogere bereikbaarheid samenhangt, corrigerend voor allerlei individuele huishoudwijkenmerk, met een grotere kans op werk ten opzichte van mensen die in een gebied wonen met een lagere bereikbaarheid. Ja, we hebben nu eigenlijk het hele gesprek al over allerlei dingen die op individueel niveau denk ik heel makkelijk te vertellen zijn, te ontdekken zijn van waar woon je, hoe verplaats je, waar werk je, welk ziekenhuis ga je. Maar hoe ziet dat onderzoek dan uit? Wat doe je concreet om erachter te komen voor al die plekken en mensen in Nederland? Wat wij in de studie Toegang voor Iedereen hebben gedaan, is we hebben eerst voor heel Nederland alle banen en voorzieningen in beeld gebracht. Dus letterlijk de adreslocaties van alle ziekenhuizen, buitenpolyklinieken, huisartsenpraktijken, alle scholen, supermarkten en groengebieden in beeld gebracht. En van de banen, daar hebben we zelf datasets van. Dus op zescijferig postcode-niveau, dus feitelijk straatniveau, hebben we de banen in beeld gebracht. En vervolgens zijn we vanuit iedere buurt, daar hebben we een zogenaamd zwaartepunt gebruikt, een populatiegewogen centroïde, dus waar de meeste mensen wonen. Vanuit dat punt zijn we de reistijden gaan berekenen. Dat hebben we op basis van open reistijddata gedaan. Dus we hebben vanuit iedere buurt in Nederland berekend hoe lang je erover doet om bij die adreslocaties te komen. En vervolgens hebben we geteld wat je reistijd is met verschillende vervoerswijzen en hoeveel van die banen of voorzieningen je kon bereiken. Klinkt behoorlijk arbeidsintensief. Daar zijn we ruim een half jaar mee bezig geweest. Ja. En gebruik je dan gegevens van OV 9292? Dat type gegevens. Ja, ja. Ja, dus eigenlijk kun je onze resultaten hebben we direct getoetst met de resultaten uit de 92OV-app bijvoorbeeld of van Google Maps. Daar komt precies hetzelfde uit. Dus we rekenen letterlijk hoe lang doe je erover om naar een bushalte te lopen. Je hebt daar wat wachttijd. Dan kun je de bus pakken naar het station toe. Daar doe je een bepaalde tijd over. Dan moet je vanaf dat punt weer naar je bestemming toe. En die totale reistijd, die hebben we in beeld gebracht. En dat doen we voor de spits en voor de dalperiode. En daar trekken we een gemiddelde over een tijdvak
voor iedere 5 minuten berekend tussen 7 en 9 bijvoorbeeld in de ochtend. Het is best moeilijk ook om Google Maps eruit te fietsen, vind ik altijd. Ja. Maar en voor het nieuwe onderzoek ga je dus eigenlijk kijken of mensen op een goed bereikbare plek minder vaak werkloos zijn dan dezelfde mensen op een minder goed bereikbare plek. Precies, ja. Ja, dus 2 stappen. Enerzijds is die monitoring. Wat zien we aan verandering? En ten tweede is het de effecten inschatten. Dus doet het er ook toe. Dat is best een heftig onderzoek. Ja, maar wel onderzoek wat ook internationaal op wat kleinere schaal op verschillende plekken is uitgevoerd. Ja, ik had nog één vraag aan je over de reacties op je vorige onderzoek. Ik merkte dat die heel wisselend waren. De een zei van, kijk, zie je wel, we moeten meer investeren in openbaar vervoer. En de andere zei, zie je wel, we moeten meer investeren in de auto. Hoe was dat voor jou om 2 van die totaal verschillende reacties op hetzelfde onderzoek te krijgen? Ja, je ziet eraan hoe relevant het onderzoek is voor verschillende partijen. Hey, dank. Ik denk dat we zo'n beetje aan het einde zijn gekomen van dit gesprek. Als ik naar de klok kijk. Dank voor het luisteren. Dit was onze 6e podcast. Het gaat over vervoersarmoede. Mijn naam is Laura Westendorp en naast me zat Mark Hanau. En veel dank, Jeroen Bastiaanse. Dankjewel. Gaan we de volgende keer nog een keer proberen met Jolien Groot? Of, Ja, we hebben wat technische hiccups gehad, waar we natuurlijk ons eerder al over hebben beklaagd in deze podcast. Maar het moet er toch echt een keer van komen dat ons paradepaardje over flexwonen gaat lukken. Nou, wie weet is dat dan de volgende keer in onze podcast. Bedankt voor het luisteren.